Yo, vandaag gaan we lekker Clash Royale spelen. Een nieuw spel. Zoals jullie al zien. We hebben hier een deck, een arena. Maar ik ga jullie het eerst even uitleggen. Hier zien jullie de arena waar ik in zit. Ik speel het nu 2 of 3 dagen. Je hebt een trainingskamp. Hier een Goblin Stadium. Dat heeft 0 bekers nodig. Dus hier begin je in. Arena 1 staat er ook onder. Dan als je 400 plus ziet, zie je onder boontip staan. Dan kun je dus de Arena 2 boontip in. Boonpit in, zo heet die. Dan krijg je deze kaarten die je hieronder ziet. Bijvoorbeeld deze kunsteling, die kun je dan krijgen. En dan heb je hier een Arena 3, dat is Barbarian Ball, die heeft 800 plus en die heb ik. En dan kun je deze kaart die hieronder ziet krijgen, zoals die Rocket. Nou, dan heb je hier, kun je alle achievements zien die je hebt gehaald. Hier kun je weer terug naar je training sessie. Hier zie je de top players, top clans en mijn vrienden. En dit zijn dan de battles die je doet en dit zijn de messages die je krijgt. Nou, als je gevechten speelt, als je gevechten wint, dan kun je hier kisten krijgen die je hieronder ziet. Ik heb 2 kisten en een free chest beschikbaar, dus die gaan we even openen. 28 gold heb ik erbij gekregen. Ja, dan zie je dat ik 1 kaart heb gekregen van de minions. En 3 kaarten van de bomber. Nou, dat is niet heel slecht. En met die kaarten kun jij deze kaarten. Dit zijn allemaal kaarten die je kunt inzetten. Ik zal dus eerst even een gevechtje voordoen tegen de trainingssessie. Zo. Moet even laden. Zo. Hier kan ik fighten. Hieronder zie je mijn kaarten die ik hier gesorteerd heb. Ho, cancel, zo. Dan kan ik bijvoorbeeld mijn archers inzetten. En dan zie je hieronder mijn elixirbalk. Zo, dan zet ik daar een reus neer en dan zet ik daar een prins achteraan. En dan zie ik dat er een ballon van de andere komt. Dus dan zet ik mijn speergoblins daar neer, zodat die de ballon uit kunnen schakelen. Want speren kun je namelijk omhoog gooien, maar dat snappen jullie wel. Ik heb nou 1 toren van hem kapot gemaakt en hij heeft er eentje van mij kapot gemaakt. Ik ga mijn troep even versterken. En hij doet dan niet, zo te zien. En nu heb ik zijn kroontoren kapot gemaakt en dan gaat zijn andere toren ook kapot en krijg ik meteen 3 kronen. Je ziet nu dat ik 3 kronen heb en hij 1 kroon. Dat betekent dat ik gewonnen heb, logisch. En jullie zien ook dat ik in een clan zit, Card Factory. En hij is trainer, dus dit is gewoon een trainingssessie, dus niet online. Maar hier gaan jullie ook mee beginnen als jullie dit spel downloaden. Dit is namelijk Clash Royale, zoals ik op het begin al heb gezegd. Je schrijft het C-L-A-S-H, spatie R-O, Griekse I-A-L-E. Royale. Zoals je hier ook al ziet. En dit is mijn clan. Hier wordt best veel in gezegd. Hier kan je ook dus allemaal kaarten doneren. Dus als je hierin wil komen, moet je er snel bij zijn. Want er kunnen nog maar 2 mensen in. Dit is mijn deck. Hier zie je alle kaarten die ik heb. Deze kaarten die grijs zijn, die kan ik nog, moet ik nog vinden. Deze kaarten die allemaal gekleurd zijn, die heb ik al. De kaarten die paars zijn, die zijn epic. Oftewel episch in het Nederlands. Dat betekent dat die het beste zijn. Nou, legendary, dat zie je ook. Card rarity, common, rare en epic. Dat leg ik even uit. Betekent kaartzeldzaamheid gewoonlijk. Dan krijg je zeldzaam, dan krijg je episch, dan krijg je legendarisch. Legendarische kaart kan ik nog niet krijgen, maar ik heb 3 epic kaarten. Een ballon, een witch, oftewel een heks en een prins. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rares. En er zijn allemaal deze. Mini pekka's, tombstone. Hier spawnen bijvoorbeeld skeletten uit, dat is heel handig. Deze die doet meer damage over een arena. Over een area. Deze verdedigt. Dit is een toren die kun je plaatsen. En die gaat dan op alle troepen die in de buurt zijn allemaal bommen gooien. Tenzij op de lucht. Maar dan kun je hier ook zien. Info. Dan staat er targets. Met dat rondje. Ground. Dat betekent dat het op de grond alleen aanvalt. En niet in de lucht. Nou. Hier kun je nog andere mensen. Van de beste mensen op de hele wereld. Zeg maar een beetje battles kunnen kijken. Hoe dat allemaal zit.
En je kunt je kaart ook upgraden met de kaarten die je dan weer erbij krijgt. Laten we maar eens even een free chest openen. Zo. 35 gold. Met de gold kun je dus ook je dingen upgraden. En met gems kun je allemaal dingen kopen. Zoals kisten of zo. Kijk, ik heb een rocket geunlocked, een rare kaart. Die zijn best chill. En ondertussen gaan we even een middeltje doen. Dit is wel online, dus is alweer een verschil. Kijk, hij zet de reus neer. Dan zetten wij onze speer en boog. Zo. Die gaan wel. Oké. Zo, één bommetje en die zijn kapot. Bots. Alleen je ziet nou wel dat ik al 500 damage op mijn toren heb. Alleen je ziet ook onderin dat ik al 8 elixir heb. En daarmee kan ik bijna mijn prins en mijn Pekka. Mijn prins en mijn bom destroyen. Of prins en mijn. Mijn prins en mijn reus deployen. Wauw, ik kom echt niet aan mijn woorden even. Nou, is niet heel erg natuurlijk. Zo, die gaan wij wel winnen, denk ik. Deze battle. Ik denk alleen dat ik niet zoveel damage krijg als hij op mijn toren, maar dat maakt niet uit. Wel wat. Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, en nou heb ik mijn minions gedeployed, want die kunnen als enigste die bomtower aanvallen. En de bomtower kan mijn minions niet aanvallen. Dat is hetzelfde als zet ik hier archers neer. Oh, die schieten niet eroverheen. Oké, laat maar. Slecht voorbeeld. Oké, dan heb ik ook een bomtower en die plaats ik hier. Zo. Die gaat wel die musketieren aanvallen. Nee, oké, dan niet. Kijk, en hij gooit nou weer zo'n barrel. En dan zijn mijn die minions zijn een paar klappen dood. En dan zet ik mijn minions weer neer. Of mijn goblins. En kijk, en hij gooit die pijlen op mijn goblins. Maar die goblins kosten mij maar 2 elixir. En die pijlen kosten hem 3 elixir. Dus dat is wel slim. Kijk, dan zetten we hij een prins neer. Want die doet veel meer damage. En die haalt hij makkelijk. Dan zet ik hier mijn minions neer. Nu krijgen we 2 keer snel elixir. Omdat de laatste minuut van het gevecht is. Dus nu moet ik even snel gaan onderhandelen op mijn troepen letten. Want ik ga weer een bomtower plaatsen. Die plaats ik daar. En dan boom boom, dood. En dan die goblins daar. Die minions daar. En dan hoop ik dat die die toren even kunnen gebruiken om dan kapot te maken. Prins op het witte paard. Hey, nee, grappig. Nou, ik hoop niet dat die barbaren het gaan doen tegen mijn bomtower. Doe iets. Gooi die bommen. Gooi die bommen. Kom op, kom op, kom op. Oké, arrows, nu. Shit, ze hebben mijn toren. Oh, wij hebben zijn toren ook. Oké, dat is heel nice. Ik had zijn toren nog niet gezien dat ik die al had. Oké, ik moet nou even wachten. Ik moet heel goed opletten. Ik moet alles blijven inzetten, anders gaan mijn troepen dood en dan gaat mijn toren dood. En dat willen we natuurlijk niet. Dus nu gaan we arrows doen. Bots. Hebben die weer heel veel damage gekregen? Dan gaan wij hier minions neerzetten. Shit, ik heb mijn arrows gebruikt. Nu moet ik hier minions tegen minions doen. Of goblins tegen goblins. En dan zetten we hier een prins neer, want hij heeft al zijn elixir verbruikt tegen die van 4 elixir. En dan ga ik hier mijn goblins van 2 en die van 2 elixir neergooien. Die kunnen die wel aan. Dan prik ik nu al zijn toren lek, zoals je hierboven al ziet. Kijk, nog één klap. Ja, kijk, nou drie sterren, 3 kronen. En hij heeft maar 1 kroon gekregen. Dus dan zie je al, als het goed is, hier, ik heb een reward, een silver chest. Je kunt zo just de chest krijgen door aan te vallen. En je kunt ook trofies krijgen, waardoor je weer de arena kunt stijgen. Dus dat is heel nice. Maar ik ga nog één afsluitend ding doen. En dat is de silver chest openen. Dus let's go. 30 gold. Ik vind het nice. 3 skeletons. Nice. 1 musketier. Nice. Nou gaan we misschien nog even een clan battle doen. Clan battle iemand. Blijkbaar wel niemand mij klem belde. Maar je kunt dus ook battelen tegen je vrienden uit je clan. Dus dat is heel mooi. En dat kun je allemaal hier doen. En je kunt hier dus ook kaarten doneren. En je replays sharen die je hebt gehad hier. En ja, hier kun je dus je kaart upgraden. Met gold zoals je ziet. Upgrade 50 gold.
150 gold en 50 gold en 5 gold. Maar ik heb een rocket gekregen en die wil ik wel eens uittesten voor een goblin. Gewoon om hem een keer uit te testen. Hij kost 6 elixir, dus dat is best veel gemiddelde. De gemiddelde stijgt ook ineens naar 4 elixir, zoals je onder ziet. Average elixir kost 4 elixir. Hier heb ik nog niet laten zien. Hier kun je chesten kopen voor gems. En je kunt gems kopen voor echt geld. En je kunt gold kopen voor gems. Dus dat is ook nog iets. En je kunt hier boven om de 24 uur kaarten kopen. Hier zie je dat ik een ballon kan kopen voor 2000 coins. Alleen ik heb al een ballon uit een chest gekregen. Ik weet niet of er altijd goede deals zijn. Maar ik wil wel een speer goblin voor 4 gold. En voor 5 gold doe ik er nog één. Nou kan ik die upgraden namelijk. Kijk, kan ik jullie dat ook laten zien. 150 gold is wel heel duur. Maar dan worden ze wel beter door. Kijk, nu heb ik een speer goblin van level 5. En hij wordt die damage wordt hoger. Hit points wordt hoger. Dus hij gaat minder snel dood. En hij krijgt meer damage, doet hij. En dan zien jullie al die blauwe bubbeltjes naar mijn blauwe ster aan. En dan kan ik hoger level komen. En als je hoger level komt, dan wordt jouw towers weer sterker. Dus dan gaan je torens minder snel kapot. Nou, ik hoop dat ik er nou een beetje uitleg over dit spel heb gedaan voor jullie. Dat het een beetje duidelijk is hoe het werkt. Als het nog niet duidelijk is, ga het spel zelf spelen. Je krijgt een tutorial van tevoren. Die kun je volgen en dan snap je dit misschien beter. En als je het niet leuk vindt, ga gewoon door naar de volgende video. Want we zien wel. Geef een like als jullie dit leuk vonden. En zeg nog maar één ding, dat is... Later!